In 2018 was het laatste evenement van In Effect. Om het nieuwe jaar goed in te gaan is het evenement terug. Roman Lamar, de organisator van dit evenement, vertelt ons hoe hij zo'n evenement aanpakt. Het voelt goed om terug te zijn, om weer aanwezig te zijn in Heerlen, in Parkstad, om iets te doen voor de jongeren, voor de jeugd. Toch iets bieden wat er eigenlijk niet meer is in deze stad. Dus ja, ik kijk er heel erg naar uit om dit te gaan doen. Het is ontstaan 10 jaar geleden hier in Heerlen. Ik ben echt klein begonnen. Eigenlijk vanuit mijn opleiding in Amsterdam, vrije tijdsmanagement, heb ik de aanzet gezet om het hier te doen. Maar mijn passie ligt er sowieso al. Ik had liefde voor muziek, R&B en hiphop. Ik ben opgegroeid met breakdance. Zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, hoe ga je te werk? Nou, vooral veel voorbereiding. Voorbereiden is eigenlijk het halve werk. Natuurlijk heel veel promotiemateriaal maken, zorgen dat de DJ's geboekt worden, zorgen dat beveiliging aanwezig is, zorgen dat afspraken goed zijn met de locatie. Muziek voorbereiden, aankleding, dus eigenlijk alles wat erbij komt kijken om evenement te organiseren, dat is wat vooraf gebeurt en gedaan wordt. Ik hoop eigenlijk dat het weer een vast begrip gaat worden in Heerlen. Want ik heb het eigenlijk toch al 8 jaar van tevoren gedaan. En toen was het toch echt wel een begrip hier. Iedereen kon het, iedereen wist waar het was en wat ze konden verwachten. En dat is eigenlijk wat ik nu ook wel wil bereiken. En gewoon mensen samenbrengen, mensen dat ze plezier hebben, dat ze zelf kunnen zijn, hun ding kunnen doen. En op de beste muziek die er is, hip-hop en R&B.